Hallo allemaal, welkom bij het videoweerbericht van vandaag, donderdag 11 mei 2023. We zitten in een vrij complexe weersituatie. Eigenlijk zitten we op dit moment in een soort van niemandsland. In het vakjargon noemen we dat een zadelgebied. Als we op de weerkaart kijken, en ik leg die er eventjes bij om dat uit te leggen, dan zie je een aantal weersystemen liggen. Er ligt een hoge drukgebied boven Rusland, er ligt ook een hoge drukgebied boven de Azoren. En in onze omgeving zitten wij eigenlijk een beetje tussen alles. En je ziet ook een klein lage drukgebied in de buurt van Schotland liggen, maar dat is eigenlijk zo goed als uitgespeeld. Het vult daar geleidelijk verder ter plekke op. Bij ons zijn er niet echt sturende weersystemen en dat noemen we dan, als we tussen zo'n diverse weersystemen in zitten, eigenlijk een zadelgebied. Daarin hangt er vanochtend heel veel bewolking. De voorbije nacht is onze omgeving weer volgestroomd met lage stratuswolken en die moeten weer opgelost geraken. En dat kan eventjes duren. In de loop van de ochtend komt er geleidelijk aan wel ruimte voor een aantal opklaringen, maar het kan wel een tijdje duren voordat die zon daar echt goed door geraakt. En dan nog, landinwaarts blijft er sowieso vanmiddag ook veel bewolking hangen. Net als gisteren zien we aan de kust dat daar de grootste, meeste en breedste opklaringen voorkomen. Daar kan het vanmiddag toch wel vrij zonnig worden. Ook in het westen van West-Vlaanderen zal dat zeker het geval zijn. Elders blijft er veel bewolking hangen en groeien er ook weer stapelwolken. En net als gisteren kunnen die lokaal uitgroeien tot een aantal forse buien. Dat kan leiden tot grote plaatselijke verschillen. Om een voorbeeld te geven, gisteren is eigenlijk zelfs in de avond nog een vrij zware bui opgedoken in zuidelijke en centrale delen van West-Vlaanderen. Daar zijn er een aantal opgepopt en die hebben lokaal zelfs zoveel water achtergelaten dat daar wateroverlast van gekomen is hier en daar. Dat zou vandaag dus ook het geval kunnen zijn, want in zo'n zadelgebied waar we in zitten staat er erg weinig wind. Als er zich dus een bui vormt, en dat zal zeker gebeuren hier en daar landinwaarts, dan kan zo'n bui lang op één plek blijven hangen en kan er daar overvloedig veel regen vallen. Er is ook nog steeds kans op het voorkomen van een paar donderklappen. Net zoals die West-Vlaamse buien gisteren, die hadden ook een paar donderklappen bij zich. Temperatuursgewijs loopt dat op tot ongeveer een graad of 13, 14 aan zee. Landinwaarts kunnen we naar een 15, 16 gaan. Dat is dan tijdens de zonnige momenten natuurlijk. Er staat ook weinig wind. We zitten in dat zadelgebied. De wind is vanochtend eerst zwak westelijk. In de loop van de dag draait hij naar noordwest tot noord en trekt een beetje aan. Vooral dan eigenlijk in de kustgebieden. Vanavond dan dus die paar buien die lokaal nog kunnen tekeer gaan. En dat kunnen nog felle buien zijn. Later in de avond doven die dan weer uit. En de nacht verloopt dan rustig. Waarbij er zich weer nevel en lage bewolking zal vormen. Dus tegen morgenochtend is het overal weer grijs bij zo'n 8 graden. Morgen dan komt er een zwakke storing door. In de ochtend is er veel bewolking. Eventueel valt daar wat lichte regen of wat gemiezer uit. Dat zou al in de nacht het geval kunnen zijn. Maar die storing gaat ook veel zachtere lucht vooraf. Dus morgenmiddag komen er dan voorzichtige opklaringen. En dan kan het kwik een sprintje maken richting 17, 18 graden aan zee. 19 tot zelfs 20 graden landinwaarts. Daarbij is het wel weer onstabiel, dus ook morgen in de loop van de middag en avond kunnen zich weer een aantal lokale forse buien vormen. Het weekend weer dan. Zowel zaterdag als zondag neem ik even samen. Op die beide dagen is er ruimte voor de zon. Zeker zaterdag. Zondag zouden er wat meer wolken kunnen komen. Maar er zijn enorme temperatuurverschillen in onze regio. Aan zee komt er telkens een zeebries te staan en daar moeten we met 13, 14 graden tevreden zijn. Het is daar wel erg zonnig. Landinwaarts daarentegen, daar kunnen de temperaturen zowel zaterdag als zondag oplopen tot eigenlijk in West-Vlaanderen een vrij groot verval van die 13, 14 aan zee tot een graad of 17, 18, 19 zelfs in het zuiden van de provincie. In Oost-Vlaanderen kan dat tot een 18 à 20 graden zijn, zeker in de centrale zuidelijke en oostelijke delen. Maar, zowel zaterdag als zondag, blijft de kans op een bui landinwaarts, en ik druk op dat woordje landinwaarts, bestaan. Aan zee zal dat niet het geval zijn, die zeebries onderdrukt dat, maar landinwaarts kan er, zowel zaterdag als zondag, toch weer een verdwaalde bui opduiken. Vanaf maandag zet ik er de pluim bij, want dan wordt het ingewikkeld, of nog ingewikkelder dan het al was. Er vormt zich boven Europa en Zuid-Europa meer bepaald een lage drukgebied. En dat zou dan tegen maandag, dinsdag,
woensdag opnieuw noordwaarts trekken, waardoor bij ons de stroming weer noordelijk zou worden, met aanvoer van veel koudere lucht. En dat zie je in die pluim. Van maandag tot en met woensdag zitten die temperaturen echt wel opnieuw op frisse waarden. Daarbij blijft het onstabiel, met kans op wat regen of een bui. Later tegen het hemelvaartweekend zou dat laag weer naar het zuiden trekken en zouden we weer in zachtere lucht terechtkomen. Er zijn veel maren en zouden bij, want die evolutie is niet helemaal zeker. Het ene model toont dat wel, het andere niet. En dan ook nog beurtelings wel eens en niet bij opeenvolgende runs. Dus we gaan toch moeten kijken wat het volgende week gaat doen. In elk geval, voor de eerste dagen blijft het voorlopig onstabiel, maar het wordt wel een stukje zachter. Later volgende week zijn de vooruitzichten wat onzeker, maar een erg stabiele lange lenteperiode zie ik er voorlopig toch niet aan te komen. Maar we hebben al één troost, het wordt een stuk zachter de komende dagen. Zo, bedankt voor het kijken en alvast tot morgen. Dag!